grote drukte vanochtend op het Centraal Station. Tienduizenden Formule 1-fans gaan per trein naar Zandvoort om Max Verstappen tijdens de Dutch Grand Prix naar de overwinning te schreven. Per uur vervoert de NS 12.000 voornamelijk Max Verstappen-fans. Ik heb er heel veel zin in. Was je er gisteren ook? Nee, maar mijn ouders die waren er wel. Die zijn al heel het weekend. Ze zijn bij ons logeren dit weekend. Maar vandaag ga ik voor het eerst. Wat staat je te wachten, denk je, in Zandvoort? Ja, super Max. Gaat gewoon op één, toch? Bakje! U ziet eruit als een Formule 1-kenner. Nou, ik ben niet echt een kenner, nee. Ik ben wel een liefhebber. En een fan van Max Verstappen, zie ik. Van Max Verstappen, absoluut. Maar ook van zeer zeker van Ferrari. Maar u bent dit keer voor Red Bull? Dit keer voor Max Verstappen, ja. Ik heb echt zin in, mega veel zin in. Ja, het was gisteren al een feestje, maar vandaag wordt het echt helemaal top. Was er gisteren ook? Ja, we waren er gisteren ook. Ja. Kunt u die sfeer omschrijven? Nou, toen na de derde training, toen ging het helemaal los op de tribunes met die DJ en La Fuente. En er werd echt sfeer gemaakt. En sindsdien, het is echt het mooiste. Wij doen het al 20 jaar nu. Ja, zeker. Dit is echt de beste. Eerste keer Zandvoort. En het beste geregeld. Oh, we moeten gaan. Nog een kleine 2 minuten en we vinden het zo prettig om u mee te nemen. Dus druk dat gas in hier op het rechte stuk. Ik verwacht een lekker weertje. En ik verwacht eigenlijk een hele mooie race. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Daar gaan we er wel wat moois van maken. Wat gaat het worden vandaag? Verstappen 1 natuurlijk. En ik denk, Alonso 2 of zo. Dat lijkt me wel mooi. Geen twijfel dat Max dit gaat winnen? Nee, die gaat gewoon winnen. Dus, ja, zeker. Veruit de snelst. U heeft al de oranje feestoverwinningsjurk aan. Ja, tuurlijk. Want hij gaat natuurlijk winnen, hè? Ja, gegarandeerd. 100%. Eerste ronde, klaar. Na de eerste ronde is het klaar. Wat verwacht u van deze dag, meneer? Ja, heel simpel. Max gaat winnen. Gisteren heeft hij laten zien wat er mogelijk is en vandaag gaat hij gewoon gansrijk winnen.